Het Luctor et Imergo is dateert van 1898 en is ontstaan door op enig moment ook nog een fusie met de Almeloze tennisvereniging. Uiteindelijk heeft Luctor et Imergo de naam voortgezet, dus het is vanaf 1898 tot op heden de tennisvereniging, de Almeloze tennisvereniging moet ik zeggen, Luctor et Imergo. Als we kijken naar Overijssel zijn we op één na de oudste, alleen in Enschede is nog een oudere vereniging. Wij zijn zelfs ouder dan de KNLTB. Onze landelijke bond die is in 1918 opgericht, heb ik begrepen. We hebben ons ook wat later als Luctor et Imergo als lid aangemeld bij de KNLTB. Maar we zijn een jaar ouder dan de KNLTB. Op dit moment zijn we een gezonde en stabiele vereniging. We hebben tussen de 500 en 550 leden. En heel veel vrijwilligers die met elkaar de schouders onder de club zetten. En het park mooi houden. En dat hopelijk ook nog jarenlang kunnen doen. En ook hier jarenlang nog kunnen blijven tennissen. We hebben leuke dingen bedacht ondertussen. We zijn er al een poosje mee bezig. Vorig jaar zijn we al begonnen met een aantal enthousiaste mensen om na te denken over wat we zouden willen doen. Het is nu vooral een feest voor de leden, hebben we gezegd. En dat betekent ook dat alle activiteiten, zo gedurende het seizoen, dat die allemaal in het teken staan van het 125-jarig jubileum. 1 april hebben we een openingstoernooi en dat staat volledig in het teken van het jubileum. Dan gaan we daar ook op een feestelijke manier gaan we daar aandacht aan besteden. 10 en 11 juni dan is het echt een feestweekend. Dus we willen er toch een klein officieel tintje nog aan geven. Dat doen we die zaterdag. En dan sluiten we de zaterdag af met een hele mooie feestavond voor alle leden. En dan beginnen we de zondag met een wat we noemen een anti-katertoernooi. Want dat zal voor menig een wel van toepassing zijn, gaan we vanuit. En dan maken we weer een mooi tennisdag van. Ook de laatste competitiedagen staan in het teken van het jubileum. En we hebben het Luctor Open. Dat is in juli is dat. Ja, in juli. En ook het Luctor Open zal in het teken staan van het 125-jarig jubileum.